rit met aankomst in Luik voor de latere winnaar Indurain. Een zege die hem meteen ook de gele trui opleverde. Dit seizoen dus geen ronde en geen geel voor Bruineel. Zijn voetblessure raakte niet genezen. Er is niemand die beter kan aanvoelen wat er aan de hand is dan ik zelf. En, ik hield er eigenlijk wel een beetje rekening mee. Dus, maar het komt in ieder geval heel hard aan. Vooral. Het is de belangrijkste wedstrijd. En als je die moet missen, dan mis je toch eigenlijk een half seizoen, moet ik maar zeggen. Dus het komt hard aan. Alleen rust kan de peesontsteking helen. Binnen 10 dagen voorziet Bruineel dat hij opnieuw kan trainen om dan voluit te mikken naar de Vuelta in het najaar. Het zou voor de 32-jarige West-Vlaming wel het laatste jaar bij de Rabobankploeg kunnen zijn. Maar een definitieve beslissing is nog niet gevallen. Ik heb daar nu deze week een gesprek over gehad met de ploegleiding. En, we hebben besloten dat we niks beslissen. Ik van mijn kant niet en de ploeg van hun kant niet. Tot na de Vuelta. Dat is nu op het ogenblik voor mij het belangrijkste. En ik denk dat ik nu niet in een positie ben om bepaalde dingen te beslissen en om beslissingen te nemen. Ik ben altijd van mening dat men bepaalde beslissingen moet nemen in verband met de toekomst op het moment dat alles goed gaat. En zeker niet op het moment dat alles tegen zit. Dat was de sport. En nu even